staat hier voor het Hoge Huis. Ook een van de belangrijkere panden in Hattem, waar vroeger de welgestelden woonden. De regenten van Hattem. De belangrijkste bewoner was in begin 1900 generaal Heuver, generaal buiten dienst. Die na zijn verwonding in het leger in Hattem kwam wonen. En heel veel voor de historische achtergrond van Hattem heeft gewaakt. Allerlei zaken zijn er vanaf zijn hand gekomen. Leuk is te vertellen dat zijn vrouw hofdame was bij aan het huis het Loo in Apeldoorn. En dat prinses Wilhelmina in die tijd nog hier regelmatig naar toe kwam. Dat was op zich al heel bijzonder, maar omdat we hier in deze zaksteeg staan, waar de koets en de paarden niet konden keren, werden de paarden uitgespannen op de markt en werd de koets, want Wilhelmina mocht natuurlijk niet lopen, werd de koets hier de zaksteeg ingeduwd om dus gekeerd te worden door het personeel en vervolgens weer te kunnen vertrekken. Dit was ook het eerste huis in Hattem dat een wc aan de binnenkant had. Want je kon Wilhelmina niet op de buitenkant op de wc zetten. Een ander leuk detail van dit huis is, als we naar boven kijken, dat een aantal ramen is dichtgemetseld. In de 17e eeuw is in Engeland een vensterbelasting ontstaan. Er werd toch ergens belasting over geheven. Dat is in de 19e eeuw overgewaaid naar Nederland. En op basis van een bepaalde datum in het jaar werd bepaald hoeveel belasting of je moest betalen. Nou, vlak voordat de ambtenaar dan langskwam, kwam de metselaar even en metselde een raam helemaal dicht, zodat er minder belasting hoefde betaald te worden. We lopen nu door het verhaalde spoortje, wethouder in de gemeente Hattem, 25 jaar lang, gestopt in 1978. En lopen langs het Hoge Huis naar de heemkundetuin, het Franse Hof, waar allerlei kruiden verbouwd worden en waar de Hattemers naar believen met een schaartje in konden lopen om kruiden voor hun eten te plukken. Ik bevind mij hier midden in de Franse Hof. Een stukje wat hoort bij de Franse school. Hier het witte gebouw op de achtergrond. Een idyllisch stukje Hattem, prachtig. Waar we hierop kijken is dus de Franse school. De oude dokterswoning waar altijd doktoren gewoond hebben. We kijken hier op de achterkant van de Grote of Andreaskerk. We zien de Wemen hier recht voor me. Met de dichtgemetselde duivengaten bovenin. Teken van welstand. En we kijken hier op het kerkplein hierachter. Nou, we staan hier voor de Franse school. Een pand wat zeg maar in Hattems Gouden Eeuw en Nederlands Gouden Eeuw eind 1700 richting 1800 ontstaan is. Lange tijd gebruikt als school, Franse school. Eigenlijk begonnen als Latijnse school, waar ze Latijn gaven. Maar op een gegeven moment werd Frans een nogal bon ton taalgebruik. En dat vonden ze heel interessant, ook in Hattem. En toen werd het een Franse school. Lange tijd werd het door de Hattemers genoemd het Instituut Philips. Een mevrouw Philips Korthals met haar man, die is hier aan dat schoolwerk begonnen. Er zijn beruchte juffrouwen geweest. Er is er zelfs ooit eentje geweest die helemaal geen Frans sprak. En er is een juffrouw Lis geweest die zo goed Frans sprak, maar daarnaast ook een bekend inneemster van Franse wijnen waarschijnlijk. Dat zij was zeer bekwaam, maar door drankzucht eigenlijk weer onvoldoende gekwalificeerd en die is de laan uitgestuurd. De Franse school, later heeft hier nog de wolindustrie gezeten. Sommigen zijn hier nog naar school geweest, de andere stadsgids heeft hier zelfs nog geschoold.
Dus het is een bijzonder, had een bijzonder instituut, pand met heel veel herinneringen. Kijkend op het Kerkhofplein weer achter de grote kerk, een prachtig stukje Hattem. Waar we hiervoor staan is het pand De Weemen, oud-Nederlands voor pastorie of behorend bij de kerk. Een prachtig oud pand, ook ergens zo rond 1600. Een pand waar je ook weer ziet op een aantal plekken dat ramen dichtgemetseld zijn, allemaal om de belastingdruk minder te laten voelen. Het is een heel oud pand, verschillende pastoors en later ook predikanten hebben erin gewoond. En zelfs de bekende Hattemse schilder Scheurleer heeft hier nog gewoond. Hier op een punt in Hattem, wat ze noemen het warme land. Daar zijn verschillende lezingen over. Het warme land, hier recht voor mij, was de Hoenpoort, de Hoenwaardse poort. En dat betekende, als je daarachter zat, dan miste je de koude noordoosterwind. Dus dat zou een warme hoek zijn. Andere verhalen zeggen dat het warme land afkomt van mensen die in de Oost-Indische regionen hadden gewerkt en gezeten en er warmpjes bij zaten, genoeg geld hadden verdiend. En het was een pand waar geliefden erg vaak kwamen, dus ook dat ging er warm aan toe. Welke van de drie lezingen laat ik in het midden, maar dit stuk wordt het warme land genoemd. En achter mij ziet u het bekende Daandelshuis, Tinne en Daandelshuis. Daandelshuis, een echte patricierswoning, een woning voor de welgestelde uit 1618... Daandels zelf heeft er nooit gewoond, maar wel zijn echtgenote Aleida van Vlierde. Dat was de dochter van kolonel van Vlierde. En kolonel van Vlierde was een echte orangist. Die hield van de oranjes. En meneer Daandels was een enfant terrible, die hield daar niet van. Dat was een patriot. Dus dat ging niet zonder slag of stoot dat die Aleida kon bemachtigen, de dochter van deze meneer. Dus die heeft hij min of meer geschaakt en door het poortje verderop de stad uit weten te smokkelen en is later in het geheim met haar getrouwd. Toch heeft de kolonel van Vlierde het huis nagelaten aan zijn dochter en die heeft hier ook al die tijd gewoond. Vandaar de naam Daandelshuis. Daandelshuis kent een hele bijzondere gevel, de Oud-Gelderse topgevel, gegolfde topgevel met pilasters. Dat is een vorm van gevel die je op een paar plekken maar ziet. Op de ingang, de poort bij de ingang, ziet u de twee leeuwen met het wapen van de familie Daandels. Een hele bekende familie die onder andere in de Hoenwaard ook een van de allereerste stenen bakkerijen is begonnen. Het witte pand wat hier er tegenaan staat, dat was niet zozeer van de familie Daandels als wel van de stadstier. Het onderkomen van de stadstier, oftewel voor de Hattemers de bollen van Omert. Daar stond de stadstier en destijds was er hier nog een muur omheen. Geen hekwerk, maar een muur. En je kunt je voorstellen als de stadstier aan het werk moest, dat de jongelui uit Hattem, die hingen massaal over de muur mee te kijken, daar werd de koe binnengevoerd en dat was natuurlijk iets, daar wilde iedereen wel even zien hoe dat ging. Het Bakkerijmuseum, achter mij en het pand tegenover mij. Heel goed te zien is aan de oude vorm van het pand en aan wat je hier vaak ziet, die zwarte afrand, die rand, dat we het hier hebben over oude stadsboerderijen. Stadsboerderijen hebben ook meestal bovenin luiken zitten, waar vroeger zeg maar het hooi, het stro naar binnen gebracht werd en boven de woonvertrekken opgeslagen werd.
in deze twee oude woonboerderijen, waar de straat dwars doorheen loopt. Maar dat is niet erg, want onder deze straat loopt een gang onderdoor. Dus je loopt onder de weg door van het ene pand naar het andere pand. Daar is het oude gedeelte waar je koffie en thee kunt gebruiken. Hier binnen is van alles te zien op het gebied van brood, broodbereiding, meel, verwerking van meel. En de nieuwste aanwinst van het Bakkerijmuseum is het Drostenhuisje, wat aan die kant staat. Dat is er later bijgetrokken. Nou, ik sta hier precies voor de overkluizing, zoals dat met een mooi woord heet. De overkluizing van dit hele oude pand met de bekende trapgevel. Aan het begin van de Ridderstraat. Ridderstraat, die kant op, genoemd. Twee versies zijn er ook weer van. Of naar Sint Joris, de ridder, de legendarische ridder uit de oudheid, die ooit de draak zou hebben verslagen. Maar waarschijnlijker is dat hij genoemd is naar ridder Ernst van Bamberg, een bekende drost die hier in Hattem heeft gezeten en het nog voor elkaar heeft gekregen om de Sint-Anna-reliquieën in de kerk onder te brengen. Een man waar Hattem veel aan te danken heeft gehad. Dus waarschijnlijk dat de naam Ridderstraat daarvan afkomt. Nou, we zitten hier op de buitenkant van de stad, kijken op het noordoosten uit van Hattem. En dit hele grote weidegebied is in 1401 verkregen door hertog Willem I van Gelre. Die schonk aan Hattem de Hoenwaard of Homoed. Zo heet het gebied hier achter mij. Een pracht van een gebied waar de koeien geweid konden worden en waar de steenfabrieken ontstonden. Hattem had heel veel stenen nodig, al was het maar voor zijn eigen poorten en torens en zeker voor zijn dikke tinnen, zijn erg veel stenen gebakken. Steen voor steen met de hand uit de klei gewonnen en klei gewonnen en aangetrapt en gedaan. En vandaar ook de scheldnaam voor de Hattemers, Hattemer kleikloeten. Waar we hierop kijken is het Hoenwaardse bruggetje, de overgang waarop het vee en de boeren de Hoenwaard ingingen om hun vee daar in de grote schaarweide in te brengen. En we weten hoeveel vee er was in Hattem, want de boeren die recht op schaar hadden, die kregen een schaar. En dat betekende dat daarop stond precies hoeveel koeien ze mochten laten lopen in de grote schaarweide. Overigens ging het alleen om koeien en paarden, want varkens waren om te houden in de stad niet toegestaan. En dan werd al het vee werd in het vroege voorjaar de wei ingebracht. En in het najaar kwam al het vee weer binnen en stond verder de hele winter in de stad. De boerderijen waar we op kijken, die u ziet op afstand, die staan of aan de dijk of zijn omdijkt of op een terp gezet. En dat is pas na 1950 gebeurd. Want voor die tijd was het strikt verboden om in de Hoenwaard, die af en toe in de winter onder water liep, om daar boerderijen te hebben. Dus van de boerderijen die er staan, zijn allemaal van na 1950. Waar we nu staan, heeft ongeveer op deze plek de Hoenwaardse poort gestaan. De grootste, versterkte poort van Hattem. Een beetje te vergelijken met de Sassenpoort in Zwolle. Hij was zo groot en zo sterk en zo zwaar dat zelfs de stadsgevangenis erin ondergebracht was. U kunt u voorstellen dat door deze poort destijds de boeren hun vee in en uit de stad brachten. Als het winterseizoen naderde en de koeien moesten weer naar binnen, dan werden de koeien meestal zo op de 11e november werden de koeien naar binnen gehaald. En als dan al die scharen koeien de stad binnengingen op de 11e november, dan kun je ongeveer voorstellen wat een troep dat geweest is en wat ze meenemen en wat ze laten vallen.
Dus dat was één stinkende bende. Vandaar dat Sint Maarten, het feest van Sint Maarten, in Hattem op 10 november gevierd wordt en niet op de 11e. Want op de 10e konden die kinderen in ieder geval nog door schone straten bij de mensen iets ophalen. Al dan niet met een voekenpot of een lampion of wat dan ook. Dat is de reden waarom Hattem het op 10 november viert.